lijkt me gewoon een plicht als fatsoenlijk mens om niet je medewerking te verlenen aan het Rutte-regime. Ik onderhandel niet over mijn vrijheid met terroristen. Stop pedofielen. Stop eurofielen. Wat je denkt nog dat we tegen corona demonstreren? Gemaskerd en een prikje, je hebt je veiligheid schijn. Jouw gezondheid, je eigen verantwoordelijkheid. Niet van mij. Je raalt lichamelijke integriteit in voor vrijheid en privacy. Dan raak je ze allebei kwijt. Maak me zorgen om kwetsbaren in mijn kring, niet eens om mij. Want ik weet dat ik kan hanteren en ik kan ook deescaleren. Ik kan weglopen en schaam me niet om te zeggen dat ik hard kan rennen. Want de popo kan je zo neerslaan, dan heb je gepoot om op te staan. Geen wetenschappelijke consensus dat hierachter staat. Het is de mening van de staat, RIVM. En de staat, Rutte, de staat, MSM. Die nep-Belgische viroloog zit ergens verstopt. De echte viroloog slash volksheld loopt gewoon buiten rond. Willem, complotdenkers, vroeger noemde het wetenschapper. 5 miljard coronakosten, geen bonnen noemden we witwassen. Nederlanders met Melkhof, het is gek geworden. Dan zegt ze Thierry is gek geworden. Jullie wouden Melkhof dictatuur, medische apartheid, paspoorten. Eerste Kamer, vandaag weer lam of eindelijk leeuw? Is het een ex-parlement of weer